kip challenge doen. En ik ga zelf kip maken. En mijn neefje gaat ook kip maken. En dan gaan we kijken wie de beste kip heeft gemaakt. Ik doe ook hele andere dingen in mijn kip vergeleken met Jesje. Toch? Jij gebruikt dat. Wat is dat? Kip, kruiden voor kip. Ik doe dit. We hebben al een keertje kip versus kip gedaan, maar toen had ik gewonnen. En misschien gaat mijn neefje nu wel winnen van me. Ja. Je verlies moet opruimen. Laat ik het goed zeggen. Misschien had ik ook maar ei en melk moeten doen. Kip versus kip. Ik wil veel laten zien. Hier als een laten zien. Wat doen we daar? Als je Ik kan niet koken en dan ga je koken. Dan zeg ze, oh, het is toch lekker. Ja. Dan lijkt het net alsof het beter is. Yes. Ik zeg, ik heb wel eens gezegd dat ik kan koken en dan wordt het dikker van mijn brug. Zo, hoe dan? Je kan toch koken? Ga koken dan. Je kan toch dat en dat. Je zegt er, dan kan ik beter zeggen, ik kan niet koken. Hey, sorry. Was jij het filmen? Ja. Wat betekent dat? Nummer 2 is misschien van Barbara, de kip. Of nummer 1 is misschien de kip van Barbara. Of die van Jesje, of die van Jesje. Dat snap ik niet. Oh, moet ik het nog een keer uitleggen? Ik snap dat het een 1 of een 2 is, maar wat wil je daarmee? Dus Jesje's kip komt bij 1. Ja. En die van mij komt bij 2, maar dat weet je niet. Of die van Jesje komt bij 2. Oh. Of die van mij komt bij 2, dat weten we allemaal niet. Dat is dus je moet zo kiezen welk nummer je het lekkerst vindt. En dan gaan we zeggen welk nummer van wie was. Maar wat is je tweede naam? Oh, Doekjes. Mijn derde naam. Ja? Kip versus kip. Dit is van 1 persoon of van 2 personen? 2 personen. Ja, maar hoe weet je nou welke wat is dan? Je hebt van allebei eentje. Onder de kip staat een nummer. Yes. Oh, slim. You smart. Van mij of van Barbara zijn. Nee, eentje kan. Oh, nummer 1, nummer 2. Oh, geweldig. En dan moet je stemmen welke je het hebt gevonden. Nou, ben benieuwd hoor. Sorry, sorry. Ik kan gewoon rustig eten. Het is wel heel stil opeens. We moeten toch concentreren. Welke is lekkerder? Maar kip tussen een tanden. Hey, komt er niet nog een ronde om een beetje te kunnen proeven? Niet laten zien omdraaien! Ja, wat hadden we niet gestemd. Oké, de uitslag. We hebben 1 voor nummer 1. Wie is nummer 1? Dat maar weten we straks. Nummer 2. Nummer 2. 2-1, hè? Hey, nummer 1. Het is weer gelijk. Het is 2-2. Nummer 2. Het is 3-2 voor nummer 2. En dit is nummer 1. Oh!
het verdiend. Kill. Van wie is dat één? Van mij. Dat was van Barbara. Wist ik! It was a tie. Wacht, ik weet het niet. Oké, ik zeg het wel. Dat was gelijk spel, hè? Nee, ik kom eerst Sherry.